Sinds Tom de Sutter is buiten shot bij Lokeren, heeft hij nog steeds geen nieuwe club gevonden. Wij vroegen ons achteraf of het niet beter zou zijn dat hij de eer aan zichzelf hield en een gewone job begon uit te oefenen. Daarom bezochten we vandaag enkele ex-voetballers die het hem voordeden. Kom maar mee. Dag Dirk. Hallo. Dag meneer Valhaar. Mark, hallo. Hallo. Ik ben Thomas. Hey. Bedankt voor uw tijd. Wat doet u nu precies? Mijn leven ziet er heel interessant uit. Als Aquafin gronden nodig heeft in het Demerbekken, dan zorg ik dat we op die grond komen. Is er zo'n grond waar we een keer naartoe zouden kunnen gaan nu? Wanneer heb je dan besloten om dit te gaan doen? Je wordt een beetje oud en je gaat stoppen met voetballen. En, ja. Dan, en in welke krant heb je dan gezaagd van dat je nog een andere ploeg wil? Nee, maar ik heb zelf beslist om te stoppen. En zou dat iets voor Tom zijn, voor in de gamma te werken? We zeggen altijd, als je nergens gewerkt vindt, kun je nog altijd in de gamma komen werken. Dus er is nog altijd hoop voor Tom. Hè. Allee, als hij dan niet tenminste naar de gamma in Turkije gaat voor meer geld, dan zou hij wel durven. Ja. Je weet dat je na de voetbal niet altijd binnen bent. Ja. Zeker in België als je daar bent. Dus daarom dat je nu voor buitenwerken gekozen. Inderdaad. Ja. Dus is dat een ploeg? Dat is een ploeg. Want Tom zit er ook nog een ploeg, dus dat is misschien wel iets voor hem. Ja, of dat kan ik, inderdaad, dan moet ze eigenlijk niet schrijven bij de haven. Dan is ze meer binnen. Waarom dus, niet? Zou dat iets voor Tom zijn voor landmeter te worden? Het is natuurlijk al even geleden dat hij nog op een val heeft gestaan, maar misschien. We zijn met te weinig. Werk genoeg. En worden nu nog veel erkend? Als je gewoon een normale job gaat doen, dan valt dat allemaal weg natuurlijk. Ja. Maar we zijn nu wel wat weg van de aandacht inderdaad. Allee, ik had ook moeite om u te vinden. Ik ben op zoek naar Emmers. Emmers? Ja, daar in de rayon, meneer, bij de AG. Nee, Mark Emmers. Als je zo vergelijkt tussen de luxueuze voetbalwereld en de haven van Antwerpen, waar zit de meeste cocaïne? Ho, moeilijke vraag. Ja, je zult wel gaan zitten in de kranten en in de boekjes en alles gelezen hebben, dus ja. Het is onvermijdbaar, dus... Bij de voetbal dus. Goed geraaien. Ja. Ja. Dan kan eigenlijk de Sutter hier komen werken, kan hij tussen de lijnen lopen, pas tussen de lijnen. Inderdaad, ja. Dat klopt. En waar liggen nu winkelhaken? Want daar wil ik ook nog een mop over maken. Heb je nog raad voor hem? Nou, de enige raad die ik kan geven is hopelijk Tom vindt een goede ploeg. En anders is het zoek een job en zal ik het moeten doen. Ja. Je wordt er niet slechter van. Ja, gewoon het voetbal loslaten en... Als er geen andere mogelijkheid is, Tom, laat het gewoon los, jongen. Ga gewoon werken. Toch gewoon een gewone job gelijk ons.